Monique, mogen we even binnenkijken bij je? Ja, kom gezellig binnen. Ja, we hebben ook wat voor je meegenomen. Oh, lekker. Een gebakken visie. Jazeker. Altijd goed. Heerlijk. Nou, ik ben wel benieuwd. Mogen we binnenkijken? Ja, kijk. Gaan we. Tadaa. Ja, Monique, je bent een oud collega van ons. Ja, ik ben een oud collega en ik moet je eerlijk bekennen, ik mis jullie nog elke dag. Kijk, hier, hier zitten we 's avonds lekker. Vaak als Noah al in bed ligt, dan gaan we pas op de bank zitten. Want voor de rest, moet je eerlijk bekennen, met visite zitten we altijd aan de grote eettafel. Ik had hiervoor een huisje in het oude centrum van Volendam. En dat was fantastisch, maar daar had ik niet zoveel ruimte. Dus dan kwam ik altijd ruimte tekort. Dus het eerste wat ik wilde was een tafel met 8 stoelen, zodat er heel veel mensen kunnen blijven eten. En ik zie ook een enorm fraaie keuken. Ja, dit is de keuken. Dat is ook wel een... We hebben alles helemaal zelf bedacht. En soms vragen ze wel eens ons, hebben jullie hulp gekregen bij het inrichten van je huis? Maar nee, dat vonden we juist heel leuk om het allemaal zelf te doen. Nou, eten staat al klaar. Jullie mogen wel even in de pan kijken hoor. Kijk eens even. Lekker hoor. Maar kook jij nou zelf ook behoorlijk veel? Nou, ik ben natuurlijk mama, dus dan moet je eigenlijk wel elke dag koken. In het weekend kook ik niet. Maar door de week, als ik niet aan het werk ben, dan ben ik degene die kookt. En heeft de Superstar Chef nou geholpen aan je kookkunsten? Superstar Chef heeft me wel geholpen met mijn kookkunsten. Maar het zijn allemaal zulke lastige recepten en zo, dat ik het thuis maar wel even achterwege laat. Sorry Martijn. Moet die maar doen met kippen teriyaki of zo. Hey, ik zie een flinke speelhoek. Van wie is die dan? Ja, dit is de speelhoek van Noah. Je ziet hem daar al hangen. Die heeft mijn zwager gemaakt. Dat was een kerstfoto van afgelopen jaar. Nou, hij is op dit moment helemaal gek van autootjes. Zij vindt koken leuk. En je ziet ze daar onder de tafel liggen. Ik heb ze even verstopt. Maar daar liggen een stuk of 6 ballen. Want hij is dus gek van voetbal. Ja, en niet alleen Noah, hè? Want Martijn die houdt ook wel van voetbal. Ja, ja, mijn vriend die is commercieel manager bij FC Volendam. Dus het is al een echte Volendammer aan het worden. Ja, Monique, inmiddels alweer een aantal jaren zangeres. Maar wilde je dat ook altijd worden? Ik heb niet altijd zangeres willen worden. Nee, ik vond het wel altijd leuk om mee te doen aan een playback show of aan een soundmix show. Gewoon voor de lol. En dan deden we ook altijd een act met een paar meiden. Maar dat ik echt alleen op een podium zou eindigen, dat had ik vroeger niet verwacht. Willen jullie ook even boven kijken? Ja, graag. Hey Monique, je hebt aan veel talentenjachten meegedaan, zoals Sterrendans op het IJs en Superstar Chef. Heb jij nou zoveel talenten? Heb ik zoveel talenten? Sterrendans op het IJs ben ik wel heel ver meegekomen. En met Superstar Chef ging het ook aardig. Dus misschien heb ik veel verborgen talenten. Even terug in de tijd. Weet je toevallig nog wat de eerste cd is die je ooit hebt gekocht? De eerste cd die ik ooit heb gekocht kan ik me zo snel niet herinneren. Ik weet wel nog mijn eerste singeltje. En dat was de single van Christina Milian, AM to PM. Somebody hit the lights. Dit is trouwens Noah's kamer. En daar is hij zelf ook ontzettend trots op. Nou, dit is zijn bedje. En zijn eigen tent, Tippy tent. Fantastisch natuurlijk. En ja, wie wil dat nou niet als kind? Een ballenbak op je kamers. Dan even terug naar de muziek. Bij welk Nederlandstalig nummer moet je altijd huilen? Weet je dat? Ik denk vooral liedjes van Marco Bassato. En bij welke dan lachen? Jij lacht van de 3 A's. Ja, dat vind ik zo'n mooi liedje. Nou, en ik wil natuurlijk niet alles aan iedereen laten zien. Ik laat al vrij veel zien, vind ik. Maar we gaan even heel snel de deur van de slaapkamer openen. En hetzelfde doe ik met de kledingkast. Dus... eentje omhoog. En sinds kort ook actrice, want je hebt je eerste filmrol te pakken, heb ik begrepen. Ja, ik heb mijn eerste filmrolletje te pakken. En daar ben ik heel trots op. Ik werd gevraagd om in de film First Kiss te spelen. En ik had zoiets van, oh jee, is dat iets wat ik nog nooit heb gedaan? Maar ik dacht, waarom niet? Hier is trouwens onze slaapkamer. En laat ik het heel snel zien hoor. Kijk eens. Tadaa. Nou, genoeg toch? En dan heb ik ook nog een geheime deur en niemand verwacht dat hierachter. Want deze kamer is natuurlijk mijn lievelingskamer. Ja, dat geloof ik graag. Maar hoeveel kleding hangt hier nou? Ja, veel. En ik moet je eerlijk bekennen, ik heb nog beneden een kast waar ik ook nog een paar stukken heb hangen. We gaan even naar de tuin toe. Ik moet er wel één ding bij vertellen.
De tuin hebben we nog niet gedaan, dus die gaat volgend jaar volledig op de schop. Maar ja, in Volendam is het natuurlijk wel zo, als je stoepie moscon is. Monique, je hebt al meerdere duetten opgenomen met Wesley Klein en Tim Dausma bijvoorbeeld. Wie is de volgende zanger op je lijstje? Haha, dat is een goeie. Ik heb nooit echt een wensenlijstje gehad met mensen met wie ik een duet zou willen opnemen. Tim kwam vrij onverwacht. Wesley kwam ook heel erg onverwacht. Dus ik laat het wel lekker op me afkomen. Ik zie het wel. Ja, de vaste vraag in dit interview is altijd: welk liedje vraag je aan in een karaokebar? I love rock and roll. Dat vind ik zo'n lekker nummer om mee te zingen. Daar kun je lekker mee blaren. Nou, hier zitten we altijd lekker te eten. Als het mooi weer is, dan gaat het scherm uit. Lichtje erbij, kaasje erbij. Maar helaas hebben we nu even al een tijdje regen. Dus dan wordt het hem even niet. We hebben wel een hele mooie zomer gehad in Nederland natuurlijk, dus ik klaag niet. En ja, dit is Noah's domein. We zitten heerlijk aan het water. Maar heb je dan ook een eigen boot? Ik heb nog geen bootje, maar kijk, het ligt hier helemaal vol met lelies. Jammer is dat. Mijn ouders zeggen altijd, je moet vrienden met een boot hebben. En die heb ik. Ja, en over vrienden gesproken. Ik heb ook begrepen dat je goed bevriend bent met Pascal Redeker. Ja. Ja. Ja, Pascal is een goede vriend van me inmiddels. En zijn vrouw Kim, een hele goede vriendin. We hebben kinderen van dezelfde leeftijd. Zij hebben natuurlijk een tweeling. Nou, misschien wordt het dan een duetje met Pascal. Nou, dan heb ik nog één straatje die ik wil laten zien. Want ik zong net als je stoepje maar schoon is, maar dan in het Volendams. En dat is in Volendam wel een beetje zo, want anders word je door de buren aangekeken. Dat moet je allemaal niet willen natuurlijk. Nou, dit is dus dat schone stoepje waar ik het over had. Hey, en wat zou je nou echt nog willen bereiken? Dit jaar wil ik wel echt gewoon weer een paar singles uit gaan brengen en lekker knallen. Ik zou nog wel een keer opnieuw, want ik heb hem al eerder gedaan, een theatershow willen maken voor kinderen. En ja, natuurlijk nog een mooi programma presenteren. Oh, en over werk gesproken. Ik moet eigenlijk vandoor, want de volgende opnames die wachten alweer op me. Dus dankjewel. Ik vond het heel gezellig. Zoals vanouds natuurlijk weer. En bedankt voor de vis. Toch? Hey Monique, bedankt voor de rondleiding. Groetjes. Dag hoor. Dag.